Op 27 juni vindt in Utrecht een heel groot feest plaats. Stichting PAN organiseert in plaats van de jaarlijkse Megapan een grotere versie, Gigapan. De stichting viert haar 40-jarig bestaan met onder meer dit groot feest op maar liefst 5 locaties. In aanloop naar het feest start er een 4-delige serie genaamd In de Band van PAN. Nou ja, allereerst zullen er 4 afleveringen gemaakt worden over de voorbereidingen van het feest en de geschiedenis van PAN. En daarna een grote registratie van Gigapan zelf op 27 juni. Ja. Nu komt er dus een serie over de voorbereiding van het feest. Waarom eigenlijk? Een leuke impressie van wat PAN precies is, wat PAN betekent en waar PAN voor staat. En voornamelijk om te laten zien dat PAN erg laagdrempelig is en heel toegankelijk voor heel veel mensen. Heel toegankelijk voor heel veel mensen. Zijn jullie zelf naar PAN geweest eigenlijk? Ja, ik ben wel eens naar PAN toe geweest, ja. En wat vond je dan? Ja, het is een leuk feest natuurlijk, hè. Ik woon hier in Utrecht en iedere maand als het PAN-feest is. Ik moet wel zeggen, ik ben niet één van de vaste bezoekers en dat is Stefan ook niet. Maar ik denk dat we daarom wel heel goed dit programma kunnen maken, omdat wij net als de kijker PAN leren kennen. Ja, want dat is dus jullie eigen rol in dat programma. Ja, wij presenteren de hele bedoeling, hè. Maar laten we gewoon aan de mensen zien, aan de kijkers zien wat PAN is, omdat we het zelf ook niet precies weten. En is het zo dat jullie dan de vrijwilligers van PAN stuk voor stuk gaan volgen? Of zien we gewoon een hele rare voorbereiding? Nou, er komt een aflevering speciaal over de vrijwilligers. Maar bijvoorbeeld in de eerste aflevering van In de Ban gaan we gewoon naar het PAN-feest toe met 2 vaste bezoekers om gewoon te kijken hoe de bezoeker een avondje PAN ervaart. Vanaf wanneer is de serie te zien? In de Band van PAN is vanaf 1 juni wekelijks te zien op www.pan.nl. En zijn er nog andere plekken waar je kunt zien? Nou ja, hij komt natuurlijk op kankerant.nl. En we zijn nog bezig met andere groepen, zoals bijvoorbeeld OutTV. Die willen het ook heel graag gaan uitzenden, maar dat wordt op een later tijdstip bekendgemaakt. Of ook OutTV het uit gaat zenden. Hebben jullie zelf zin om naar het Gigapan te gaan? Ja, uiteraard. We hebben echt heel veel zin in. Maar het wordt natuurlijk niet heel erg feesten voor ons, want wij gaan gewoon met de cameraploeg op stap. Maar ik heb wel heel veel zin in om een impressie te geven van het feest, aangezien het zo leuk gaat worden en zo groots aangepakt wordt. Hebben we dat ooit eerder meegemaakt van zo'n groot gay feest eigenlijk? Nou, er is een gay pride, hè, 1 keer in het jaar. Ook... Ja, maar dat is op 1 locatie. Maar dat is een andere locatie. In Utrecht hebben we zoiets sowieso nog nooit eerder gehad. Nee, ja, ik vind het wel heel bijzonder hoor, dat hier in Utrecht straks een heel groot feest komt met ontzettend veel homo's. En ik denk dat het een hele leuke sfeer in de stad wordt, ook voor heteroseksuele medelandbewoners.